Een hele goede avond. Iedereen die zit te kijken of straks nog de live voorbij ziet komen. 25 september, 11 uur verzamelen. 12 uur start de mars. Onze grote vriend Baudet opent hem. En daarnaast zal DJ Jean de muzikale omlijsting voorzien. We hebben een aanmelding gedaan en in die aanmelding hebben we eigenlijk... Eigenlijk geen haarbreed, geen strobreed in de weg gelegd gekregen van Den Haag. Zij hebben zich wat dat betreft... Goedenavond Jojo. Ze hebben zich wat dat betreft voorbeeldig opgesteld. Ik viel er bijna van de stoel af, zo netjes dat het was. Het is allemaal voor elkaar. We hebben gewoon een facilitatie zoals eigenlijk elke andere demo die we de afgelopen tijd hebben gehad in Den Haag. Dus wat dat betreft hoeven we ook niks te verwachten. Den Haag verwacht ik altijd iets, maar in dit geval... Ja, ik zit eigenlijk met hele goede moed tegemoet. Om even uit die woorden te kunnen komen. Voor morgen, kom met goede moed. Kom met een goed humeur. En ik wil me echt laten horen in Den Haag. Dus ik zou zeggen, spaar je stem niet. En neem je megafoons mee, vlag mee, alles wat je wil meenemen wat geluid maakt. Laat je fucking horen. Wij zijn boos. Dus dan is het niet stil in een hoekje kruipen. Dan is het ons laten horen. Daar gaan we voor. Aanstaande zaterdagmorgen dus om 11 uur verzamelen. 12 uur begint de mars. Baudet opent hem. DJ Jean zal de muzikale omlijsting voorzien. GoFund loopt nog. Altijd alles is welkom. Niks moet, alles mag. En in principe zijn we er bijna. Wil ik iedereen bedanken die het gedeeld heeft en die zijn inzet heeft gehad. Michel en ook de groep samen naar... Samen voor Nederland, sorry. Mensen hebben zich ook ingezet wat betreft het delen en proberen het groot te krijgen. En eigenlijk wil ik hier bijna geen negativiteit in deze live hebben. Maar toch wil ik wel wat aandacht besteden aan mensen die lopen te roepen dat ze controlled opposition zijn. Of dat wij dat zijn, omdat we gefaciliteerde demo's lopen. Maar ondertussen zelf demonstraties onderuit proberen te halen. Ik vind dat zeer discutabel en dat is ook het enige wat ik erover ga zeggen. Heb ik nooit gedaan, zal ik ook nooit doen, daar ben ik niet mee bezig. En het enige waar ik mee bezig ben is het groot krijgen. Nou, dat is vanaf vorig jaar 5 mei tot aan nu dacht ik wel zo gelukt. Ik heb er zin in, morgen 12 uur vertrekken we. Sluit aan, zie je daar en neem iedereen mee. Men heeft altijd geroepen, Den Haag is de plaats waar we moeten zijn. Nou, morgen gaan we naar Den Haag. Dus ik zou zeggen, sluit je aan. En neem zoveel als mogelijk geluid, wat je ook wil meenemen. Vlaggen, megafoons, flyers. Neem mee wat je mee wil nemen. Wij gaan in Den Haag ons flink laten horen. Dankjewel voor jullie tijd. Voor de rest, ik heb er gewoon zin in morgen. En vandaag mijn verjaardag. En morgen gaan we even een feestje vieren in Den Haag. Mensen, ciao, tot morgen.